Waarom wordt een ei wit als je het bakt? Dat heeft te maken met de eiwitten die erin zitten. Eiwitten zijn belangrijke bouwstenen voor je lichaam. En ze zitten in melk, in brood, in vlees en in eieren natuurlijk. Zoals je weet is het witte deel van een ei nog doorzichtig voordat je het gaat bakken. Hoe zit dat? Een eiwit is een klein deeltje, een molecuul, maar dan wel een hele lange. Je kunt het vergelijken met een bolletje wol. Helemaal netjes opgevouwen. In het wit van een ei, in het doorzichtige deel van een ei, zit een heleboel van die kleine bolletjes, miljarden. En die zitten opgelost in water. En daar kun je tussendoor kijken. Daarom is het doorzichtig. Nou, wat gebeurt er nou als je dat ei gaat verwarmen? Dan gaan die deeltjes die gaan trillen en die gaan uit elkaar. Ze gaan zelfs een beetje kapot. Nou, dat gebeurt met al die miljarden delen in dat ei. En dat wordt één grote warboel van eiwitdraden. En daar kan je amper nog doorheen kijken. Als je lichaam eiwit als bouwstenen wil gebruiken, moet het eerst opgeknipt worden in kleine stukjes. Daarvoor is het handig als die draden eerst een beetje uit elkaar getrokken zijn. In je lichaam gebeurt dat met chemische stofjes in je maag en in je darmen. Maar het kan ook met alcohol. En daarom gaan we nu een proefje doen. Het duurt wel even. Dit ei hebben we gebakken met warmte. Hier hebben we niks mee gedaan. En dit is met alcohol. En met alcohol wordt eiwit ook wit. Eet smakelijk.